Ja, die interesse van watersport is eigenlijk met de paplepel ingegoten. Ik, ja, vanuit huis uit. Altijd bootjes gehad. Speedbootjes, zeilboten. Alles wat kon drijven, dat ging altijd mee op vakantie. Veel campings aan het water. Waar altijd een bootje bij kon zijn met een trailertje. En dan ging kleine Keesje de hort op. Met een Zodiacje met 5 pk die net iets te hard ging natuurlijk dan. En ik werd nog een keer aangehouden door de politie trouwens. Ik kreeg een boete, een hele dikke boete. Ik moest voor mijn spaarcentjes betalen. Maar ja, dus altijd op het water gezeten. En ja, tot op heden. Ja, en nu woon ik ook op het water. Of nou ja, ik verblijf op het water. Zo zeg ik dat. Permanent recreëren noem je dat geloof ik. Hè? Maar ik ben wel veel aan boord en ik heb geen huis meer. Dus de VB002 is een beetje mijn huis, ja, mijn thuis geworden. Zo voelt het ook. Alleen ja, kan ik de trossen losgooien en bepalen waar ik ga liggen. Al is het wel veel al natuurlijk in de binnenstad van Dordrecht. En dat is geen straf om daar te liggen, want het monumentale centrum is echt prachtig. Maar ja, deze zomer best wel veel de hort op geweest. Brielse Meer, het Grevelingenmeer, Hollands IJssel heb ik nog gedaan. En dat natuurlijk met mijn trouwe medereiziger, mijn pa en de twee hondjes, Chico en Trixie natuurlijk. Dus ik heb er ook dit seizoen weer van genoten om lekker het water op te gaan en mensen ook tegen te komen. Ook ja, nu ik aan het vloggen ben, is het ook heel leuk om mensen te zien en mensen te horen die me aanspreken over dat ze zo genieten van de vlogs. Ervaringen uitwisselen. Ja, dus dat is ook heel leuk om mensen dus in het echt tegen te komen op hun bootje. Ja, en inmiddels genieten heel veel mensen mee met de avonturen die ik meemaakte. Veel al met mijn pa en de hondjes. Iedere zondagmorgen om 10 uur en vaak ook op woensdagavond 8 uur. Ja, en nu heb ik gewoon in één keer bijna 31.000 abonnees. En kijken er, ja, vanaf nu al hebben er al 6,5 miljoen mensen mijn vlogs gezien. En dat is echt bizar. En dat is niet alleen in Nederland, maar dat is over de hele wereld waar Nederlanders ook zijn. En verblijven bijvoorbeeld in Beijing. Iemand die mij volgt en die werkt daar en die vindt het heerlijk om naar mijn vlogs te kijken. Want dan is hij weer, heeft hij een soort thuisgevoel en ik ben dan zijn vriend. Zo voelt dat voor hem. En zo voelt dat voor heel veel mensen dat ik hun vriend ben. Die zomaar even de huiskamers ingestraald wordt. Ja, dat is natuurlijk heel gaaf. Dat had ik me nooit kunnen bedenken dat dat zo zou zijn. En dat je een soort van ja, rol speelt in heel veel mensen hun leven. En dat hoor ik nu ik op pad ben met, ja, met de boot of waar ik ook ben met de camper. Dat mensen reageren op wat hun gevoel is bij hoe ze die vlog zien. Ja, daar ben ik super trots op. En zeker mijn trouwe volgers echt vanaf het begin weten ze alles van me. En dat is ook wel weer wennen. Ik was voorheen natuurlijk cameraman in Hilversum, 18 jaar lang voor televisieprogramma's. Man met hond, Hart van Nederland, Shownieuws, RTL Boulevard. Stond ik veilig achter die camera. Ja, en nu in één keer zien mensen je voor de camera. En ja, presenteer ik het niet, want dat wil ik het niet doen laten lijken. Maar ja, ben ik zelf leading en vertel ik een verhaal. En dat is stiekem wat ik superleuk vind om te doen. Storytelling. En ja, mensen meenemen met mijn avonturen. En dat is wel even wat anders, want ja, waar ik nu ook kom, overal word ik herkend. En ja, ik was pas geleden in Valencia meerdere keren herkend en overal. En mijn pa is nu in Duitsland en zelfs hij wordt herkend. Maar het is bijna alleen maar positief en mensen die het heel leuk vinden. En ik ben er gewoon hartstikke trots op. Ja, jij vraagt me naar de succesformule van mijn vlogs. Ja, wat ik dan hoor is dat mensen ja, het gevoel hebben dat ik heel dicht bij hun sta. Dat ik het verhaal vertel dicht op de huid. Ik ensceneer niks, ik acteer niet. Dit is mijn leven en als ik iets niet leuk vind, laat ik het ook zien. Sterker nog, dat zien mensen ook in beeld als ik iets niet leuk vind. Want zo goed kennen ze me inmiddels al. Maar ik vind het gewoon leuk om mensen mee te nemen in het avontuur. En ik denk dat dat ook het succesformule is, dat heel dichtbij voelt. En ook de familiebanden natuurlijk. Ik doe heel veel met mijn vader. Mijn moeder is 7 april vorig jaar overleden. En ja, toen heb ik 1000 kilometer met mijn vader door Nederland gevaren, samen met zijn hondje en Chico. En dat hebben mensen ook meegemaakt. Ook ja, het rouwproces wel, waar we nog middenin zaten. En dat was eigenlijk heel mooi om te doen, want mijn vader en ik hadden sommige momenten op het water hele vertrouwelijke gesprekken. En ja, dus dat maakt ook hele mooie, leuke dingen weer mee, na een hele zware periode. Dus ja, dat voelden mensen ook wel, dat het echt en oprecht is.
Ja, en ik ben gewoon best wel vaak enthousiast en een blij iemand. En ik hou niet te veel van negativiteit. Dat heb ik al veel te veel gezien met de televisieprogramma's die ik heb opgenomen. Ellende, rellen, noem maar op. Ik was er klaar mee. Ik denk, ik wil alleen maar een beetje feel good. Dat mensen er blij van worden in deze tijden. Ja, en ik denk dat dat ja, toch wel een beetje de succes, ja, het succes is van de vlogs. Ja, inmiddels verdien ik natuurlijk bakken met geld. Met de vlogs ben ik multimiljonair. Nee, zeker niet. Maar ja, ik heb wel het geluk dat ik, of het geluk, ik heb er heel hard voor gewerkt. Maar sinds een half jaar kan ik er soort van leven. In Hilversum kan ik meer geld verdienen, laat ik het zo zeggen. Maar wat ik nu doe, daar word ik gewoon heel blij van. En beetje bij beetje kan ik rondkomen daarvan. Als ik een beetje zuinig aandoet. En ik heb een fantastisch leven, vind ik nu. Maar nee, ik heb geen geld om hier een Almtroller te gaan kopen. Al staat die wel op mijn lijstje. Maar dat is misschien voor over een aantal jaar. Maar ik ben met minder, neem ik ook wel genoegen. Op de VBN 02 ben ik heel gelukkig. Veel al samen met Chico. En ik hou eigenlijk ook wel van boten met een beetje ziel erin. Ja, alles wat hier ligt, dat shined, is nieuw. Alles werkt, denk ik. Alles is elektronisch. Maar stiekem ben ik ook wel een beetje van de oude rommel. Ik zag hier wat heel leuk is, buiten het terrein eigenlijk van de ISWA, zag ik een, volgens mij een Grand Banks liggen. En die hoort dus helemaal niet bij het evenement, maar ja, daar ga ik ook een beetje aan. Net een beetje, ja, daar zit een ziel in. Maar tuurlijk, ja, het is allemaal prachtig wat hier ligt. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, als ik met Chico op mijn subje aan het varen ben en hij zit voorop met zijn zwemvestje om, dan ben ik ook gelukkig en heb je soms helemaal niet veel nodig. Want ik kom ook veel te veel mensen tegen met een hele mooie dure boot. Met de vlag tot aan de waterlijn. Alles shined, alles klopt. Maar ze kijken heel ontevreden en heel, ja, niet vrolijk, laat ik het zo zeggen. En dan vervolgens kom ik een bootje tegen met vier mensen in een bootje afgeladen. Hij zinkt bijna, een kratje bier erop. Hebben de grootste lol. Dus ja, wat heb je allemaal nodig? Ik denk dat het gaat om watersport, dat je lekker... En iedereen beleeft het op zijn eigen manier. Maar gewoon genieten van op het water zijn, de vrijheid. En of dat je nou een dure of een goedkope boot hebt. Het is een gemeenschappelijk iets, denk ik.